200 meter vlinderslag bij de dames. Lotte Hosper aan de leiding in 29,77. Dat is een ruime seconde boven haar persoonlijk record. Dus de tijd 28,65. Leiding op 100 meter in 1,3,17. Serena Stel 100 meter in tweede positie, 1,04,55. En de derde positie is voor Ilona Venema, 1,8,83. De snelste van de tijd is van Femke Spiering, 2,12,81. De tijd voor nu in ieder geval voor de A-finale. Lotte Hosper 150 meter, 1,37,56 op 150 meter, 3 seconden boven PR-tijd, zo ongeveer. Maar er zijn aan het series natuurlijk deze ochtend. En met deze tijd koers zij nog steeds op finale plek vanavond. Serena Stel in tweede positie komt nog dicht bij Hosper, hoor in de laatste meters, maar het verschil is net niet zo groot. Hosper in 2,12,99 bij de muur en Serena Stel in 2,13,58 is tweede. Ilona Venema in 97,50 meter en komt nu als derde bij de muur en tikt aan met een eindtijd van 2,27,80. We gaan naar de officiële uitslag. Het scorebord 2,12,99 is wat de tijd is. En de snelste tijd blijft staan voor Femke Spiering, 2,12,81. We gaan naar serie nummer 4 en dat is de snelste serie bij de jeugd.